Autobelastingen. Veel in het nieuws geweest de afgelopen dagen met het stimuleren van de elektrische auto. Aan het eind van de zomer kwam al het bericht dat er 600 miljoen naartoe zou gaan. Als je nu goed naar de plannen kijkt, dan blijft daar 118 miljoen van over. Dat is natuurlijk wel een lichte teleurstelling. Dat geld gaat naar de subsidieregeling. Dus dat betekent dat je volgend jaar meer elektrische auto's kan subsidiëren. Dat is goed nieuws. De kern van het probleem blijft echter wel staan. En dat is dat in de loop van het jaar dat potje op kan zijn en naar waar inschatten ook op zal zijn. En dat je dus consumenten teleur moet gaan stellen en dat je stop-and-go effecten in de markt gaat zien. Een ander element wat gaat over elektrische auto's, dat gaat over de bijtelling. Die gaat volgend jaar omhoog voor elektrische auto's van 12% naar 16%. Dat zat al in de plannen. Wat nieuw is, is dat ook de cap, dus het bedrag tot waaraan je die korting krijgt, sneller omlaag gaat. Is vandaag de dag 45.000, zou volgend jaar 40.000 zijn en gaat 35.000 worden. Dat is slecht nieuws. In eerste instantie natuurlijk voor de zakelijke markt. Je ziet al dit jaar dat er minder elektrische auto's worden verkocht als die bijtelling omhoog gaat. Maar we doen het uiteindelijk ook om over een jaar of vier genoeg gebruikte elektrische auto's te krijgen, zodat particulieren daarvan kunnen profiteren. Dus dat de markt nu inkakt is niet alleen slecht nieuws voor de leaserijder en voor de markt, maar uiteindelijk ook voor de particulier. Behalve de elektrische auto zitten er natuurlijk ook andere plannen in de Prinsjesdagplannen die voor onze ondernemers van groot belang zijn. De belangrijkste daarvan is de BPM. Die kent de zogenaamde autonome vergroening. Een percentage waarmee auto's ieder jaar verondersteld worden om zuiniger te worden. Afgelopen jaren was er onduidelijkheid over dat percentage en hij was bovendien heel hoog. Voor de komende vier jaar is die vastgelegd op 2,35%, een stuk lager. De sector heeft er ook goed over kunnen meepraten en dat zorgt in ieder geval voor meer zekerheid bij ondernemers en bij consumenten. Een probleem daarvan is wel dat nog steeds wordt verondersteld dat auto's zuiniger worden. Bij de kleinste auto's zie je eigenlijk dat al jarenlang niet meer het geval is. Die worden relatief gezien steeds duurder en dat zijn de juiste auto's voor de mensen met de kleinste beurs. En nog één klein nagekomen puntje, en dat zat al in de Prinsjesdagplannen van vorig jaar. Maar de BPM, het vaststellingsmoment, dus wat is de hoogte van de BPM en het moment dat je de BPM moet betalen, dat gaat vanaf 1 januari allebei naar het moment van eerste registratie en niet langer de tenaamstelling op naam van de klant. Dat heeft allerlei technische consequenties, daarvoor verwijs ik u graag naar de samenvatting van de Prinsjesdagplannen, ook voor dit jaar waar we dat hebben uitgelegd.